In de Kop accessoire collectie zitten diverse platen. Wij krijgen regelmatig vragen over wanneer je welke plaat gebruikt. In deze video leggen we je uit wat de verschillen zijn en waar je welke plaat het best voor kunt gebruiken. We beginnen met de basisplaat. Dit is de plaat met gaatjes. Deze plaat wordt standaard geleverd bij de Kop. De plaat staat ietsjes bol, waardoor het vet naar buiten toe afgevoerd wordt en via de gaatjes in de kom van de Kop valt. Deze plaat is gemaakt van aluminium en daardoor snel op temperatuur. Perfect geschikt om groente, vlees en vis op te grillen. De plaat is voorzien van een anti-aanbaklaag, dus het gerecht zal niet blijven plakken. De basisplaat is ook de plaat die je samen met het rooster gebruikt. De voetjes van het rooster vallen in de gaatjes van de basisplaat. Diezelfde basisplaat hebben we ook uitgevoerd in RVS. Ideaal als je liever niet eten bereidt op een anti-aanbaklaag. Houd er wel rekening mee dat je door het ontbreken van de anti-aanbaklaag wat harder moet schrobben om hem schoon te maken. En in de RVS-plaat ga je jezelf maar één keer terugzien en dat is als deze nieuw uit de verpakking komt. Dan hebben we de grillplaat Plus. De grillplaat is perfect voor op hoge temperatuur grillen van vlees, vis en groenten. Er zijn twee verschillen ten opzichte van de basisplaat die we hiervoor besproken hebben. Om te beginnen is de grillplaat Plus dikker, waardoor hij meer warmte kan opbouwen en vasthouden. Heb je bijvoorbeeld bij het grillen van een biefstuk snel veel warmte nodig, dan is de grillplaat Plus de beste keuze. Ander verschil met de basisplaat is natuurlijk het resultaat van de mooie grillstrepen. Dit is niet alleen leuk om naar te kijken, maar het voegt ook smaak toe aan je gerecht. Ook bij de grillplaat wordt het overtollige vet afgevoerd richting de kom. Dan de bakplaat, de enige gesloten plaat van de serie. Deze plaat is ideaal voor het bakken van een ei of pannenkoeken, maar ook perfect geschikt voor het braden van worstjes of een visje. Alle sappen blijven behouden en worden op deze plaat niet afgevoerd. Tot slot hebben we de plaat van de barbecue kit. Zoals je wellicht weet, grill je bij de Kop altijd indirect. Indirect grillen wil zeggen dat je je ingrediënten niet rechtstreeks boven de briketten grilt. Hierdoor zal het vet dat vrijkomt tijdens het koken niet in de briketten vallen. Zoals je hebt gezien bij de andere platen, wordt bij de Kop het vet in de kom opgevangen en komt het niet bij de briketten terecht. Het grote voordeel van indirect grillen is dat je geen rook en geen vlammen krijgt. Bij de barbecue kit is dat anders. Hier grill je wel direct boven de briketten. Hierdoor krijg je vlees en vis een wat uitgesprokener barbecue smaak. Om zoveel mogelijk boven de briketten te kunnen grillen, is de barbecue kit ook uitgerust met een extra groot brikettenmandje. Dus wil je direct grillen op je kop, dan is de barbecue kit de ideale plaat voor jou. Wij zijn erg benieuwd welke plaat jij het liefst gebruikt en waarom. Laat je reactie achter in de comments.